Hallo allemaal, welkom terug. Ik heb hem gevonden. Ja, ik heb hem even. Zonder camera lopen zoeken, want ik kon hem nergens vinden. Want ik was hier eerst, was hij er niet. Dus ik ben helemaal rondgelopen, bla bla bla. En daarna ben ik hier terecht gekomen, stond hij daar weer. Kan mijn emissie tegelijk gedaan worden? Verslag uitbrengen, ja. Oh, mijn buik zit een beetje vol. Oh, patrouille. Oké. Gevangenen naar een gevangenschip brengen. Klik op de Thai Echelon nadat je de sympathisanten hebt gearresteerd en breng de gevangenen naar een andere planeet. Gevangenen. Oké. Wat is hier een ID te controleren of zo? Want ik zie geen gevangenen. Laten we dat maar proberen. Oh ja, maar ze hadden het verzet op hun boven hun hoofd staan. Dat is wel grappig. Oh, dat is de ding waar we ze naartoe moeten brengen. Oké. Nou, dan hebben we dat in ieder geval gevonden. Sympathisant. Wat weer vechten? Wat? Oh, dat doet ze uit zichzelf. Oké. Hoeveel? 3. Je hoeft er maar 1 nog eens geruimschip te brengen. Oké. Sympathisanten vinden het verzet. Oké.
Nou, je hoeft het niet te doen. Ze doet het uit eigen. Oh, wacht even. Gevangenen naar gevangenen. Oh, wacht, het gaat om meerdere gevangenen. Oké, okay. Dus je moet er wel drie jaar. Oh, dan moet die eentje gevlogen worden, denk ik. Oh shoot, ik heb de timer niet al gezet. Verzet. Ah, die is mislukt. Niet slapen. Oh, fuck hoor. Hey, die controleren. Als je iets hoort kraken, dus mijn kat die zijn snoepjes aan het eten. Schiet eens op. Ah, cool. Zij gaat vliegen. Ja hoor, nice. Nee, we moeten de gevangenen wegbrengen. Ja, dat is een goede geweest, anders had hij al terug geweest. Als je iets verkeerd doet, dan keer je meteen terug. Nou, zo gaat het normaal als je een ruimtereis pakt, laat ik het zo zeggen. De piloot van het verzet geeft het niet op. We halen de start nog nooit. Dat heeft ook die fout in de steken. En hier gaat dan gaan we erachteruit. Dan moet hij het zelf maar weten. Grote Jedi. Hoe ver hoog ben ik al in? Oh. Ah, cool.
Nice. Ja, dan gaan we weer op zoek naar Roodje. Met Roodje bedoel ik de rode stip. Laten we eerst... wat leuks gaan doen. Hier. Zoek het op. Nou, zou ik in je dingen ook... zeggen van ja, ze moet ook wat aan hygiëne doen. Is dit? Opfrissen, ja. Nou, die telefoon prikt echt niet omhoog. die ga je maar even opfrissen. Dat, oh, ik zie je. Pleur dat ding maar weg. Hij gaat net een rode stip. Ja, ik kan zeggen, gaat net een rode stip. Nee, zie je, je kan ze niet twee dingen tegelijk laten doen. Dat is belachelijk, man. Nou, je hebt bijna 20 rode stip. Oeh, die geeft 250. Oeh, we hebben nog een 3. Non-first order leden naar het verzet vragen. Bitch is dat, man. Je krijgt er niet klein. Moet wat dan... Hij is dat gewoon doen. Moet ik er niet eens tussen staan. Kun je nog wat? Fitness. Hek willekeurige bedieningspanelen op het toe om de first order service te installeren.
Oh, maar dan hoef ik dat ding niet meer te kopen, want die heb ik al. En ik wist het niet hoor. Maar ik zag hem staan en ik denk, hey, want ik zag namelijk dat je er geld mee kon verdienen. Daarom heb ik hem gekocht. En dat ook weer deze? Oh, wat moet ik doen? Surveillance installeren. Bedieningspaneel. Nee. Hek willekeurige bedieningspanelen op wat toe. Ja, maar dat staat er niet bij beveiligingspanelen. Spoeven, versleutelen. Oh, spoeven. Denk ik. Vandaag nog. Straks weer te aanhoeren. Flikker nou toch op, mens. Ah, dat moet je dus. Oké. Okay. Hoeveel? Ah, weer drie. Ah. Niet zeuren, kom op. En ja, dan gaan we naar de derde. Ah, wat een ramp. De cyber. Thank you.
Oh, ik heb een land vergeten te teleporteren. Nou, wil je ook niet geen quest aannemen? Je wil een questing boven je hoofd. Dus, dan eindig ik de video van meteen. Ga nou! Jongen, jongen, jongen. Die lijkt me wel leuk. Maar dat is voor de volgende keer. Ik bedank je voor het kijken. Ik zie je bij de volgende video. Doei doei.